Hey Oscar. Hey. Wie heeft er nu eigenlijk meer voordeel van een bijgevoel op de werkvloer? De werkgever of de werknemer? Nou ja, ik zou zeggen, waarom moet je kiezen? Want wat we weten, dat als mensen in een organisatie werken, dan gaan zij typisch nadenken van, dit is het team waar ik toe behoor en niet dat team. En dat wil je niet hebben. En je kan als werkgever met al die mensen in alle teams in gesprek gaan om zo'n gemeenschappelijke waarde te achterhalen die daarvoor niet bekend was. Nou, als je zover komt, dan voelt het in de samenwerking daarna alsof je van ik naar wij gaat. Dus ieder succes wat je dan gezamenlijk behaalt, voelt ook als je eigen succes. En dan ben je een succesvol verbindend werkgever.